Joke, je hebt net een presentatie gehad over multisport. Ja. Wat is dat? Multisport, dat is eigenlijk een nieuw aanbod, een sportaanbod, waarin je bezig bent met meerdere sportvaardigheden of meerdere motorische vaardigheden. Eigenlijk hebben we het genoemd aandacht voor brede motorische opleiding. Meerdere sportbonden hebben gezegd, ja, dat brede motorische ontwikkelen, niet alleen maar met mijn eigen sport bezig zijn, maar ook zorgen dat een kind een goed fundament legt om meerdere sporten te kunnen doen. Dat vinden we belangrijk. Nou, en judo is een vaak besproken voorbeeld, hè, vallen, rollen, dat zie je natuurlijk bij volleybal ook, maar je kan wel op een andere manier daarnaar kijken en hoe je dat traint, daar kan je heel veel leren van andere trainers. Er zijn verenigingen inderdaad die dat hebben omarmd en we hebben gedacht, we gaan het gewoon als een soort nieuw naast onze volleybal zetten. En daaruit blijkt dat kinderen en ook ouders ineens heel enthousiast zijn dat ze ook best wel andere dingen kunnen doen in de vereniging. Wat zijn de dingen waarvan ik nou mee wakker moet worden morgen? Dat ik zeg van ja, dat was het. Ja, nou ja, ik zou heel leuk vinden dat elke vereniging denkt van het gaat mij niet zozeer dat ik alleen maar al die kinderen naar mijn vereniging trek. Het gaat me erom dat ik als vereniging een rol kan spelen. Dat elk kind heel veel lol heeft aan het doen van sport en bewegen. En of dat dan uiteindelijk volleyballer wordt of een basketballer, dat maakt mij als vereniging niet uit. Ik vind het tof als elk kind gewoon zorgt dat hij allerlei vaardigheden ontwikkelt en dan gewoon zelf een keuze kan maken.